Het is bijna tijd voor de halve finale op het EK tussen Nederland en Engeland. Een prachtig affiche waarop we vooruit gaan blikken met een spelersbattle. En die heb jij voor ons voorbereid, Ruben. Zeker weten, ja. Dit is wel een leuk battletje, denk ik. Dat wordt al wat. Ja, we hebben er een tegen Polen gedaan. Die was niet zo heel spannend. Nee. Dit wordt spannender, denk ik. Op papier sowieso. Mooi. Nou, daar kijken we naar uit. Laten we dan ook maar meteen beginnen. En dan beginnen we, zoals altijd, met de doelmannen. Op doel. Ja, dan heb je natuurlijk Verbruggen en Pickford. Spannende battle, toch wel. Meteen al daarmee te beginnen. Maar ik ben toch voor Verbruggen gegaan om meteen te verklappen. Okay. Ja, hij is toch de beste Nederlandse keeper sinds Van der Sar. Hoort bij de beste keepers dit EK. Pickford valt vooral op omdat hij zo gek doet. Toen bloedirritant is. Ja, en Verbruggen gewoon heel sterk EK. Dus, puntje van Nederland. Puntje van Nederland, ja. Lekker. Gaan we door naar de rechtsback. Ja, dat is nog een dingetje. Natuurlijk, Engeland speelde tegen Zwitserland met 5 achterin. Of tenminste met 2 wingbacks, waarvan Saka er 1 was. Ik ga toch terug naar 4-3, omdat ik denk dat ze zich hebben aangepast aan Zwitserland voor die wedstrijd. Dus dan zou je automatisch... En dat komt je ook lekker uit. Natuurlijk. Dat komt ook heel erg lekker uit, ja, absoluut. Kan ik niet ontkennen. Dumfries versus Walker, natuurlijk. Ja, EK in 2021, Dumfries, top. WK 2022, Qatar, top. EK 2024... Niet top. Nog niet top? Nog niet top. Nog niet top, nee. Dus ik ga in dit geval gewoon op basis van normale kwaliteit. Walker net iets beter. Stefan de Vrij, rechts bij Nederland. Ja. Bij Engeland. Tegen Stones. Ja, dat is misschien een verrassing, maar ik ga voor de Vrij. Oké. Okay. Ja, die heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Dat is echt ontzettend knap wat hij presteert. Ook als je kijkt naar de kwartfinale. Stones maakte een foutje bij de goal van Mbolo. De Vrij kopte die bal binnen. Ook ontzettend solide natuurlijk. Dus ik ga hier voor de Vrij. Ja. Mooi. Nou, Van Dijk hebben we ernaast staan. Die maakt misschien wel iets minder indruk dan de Vrij de laatste weken. Ja, het is een beetje hoe je het afmeet natuurlijk. Want de Vrij die verrast je dan misschien iets meer. En Van Dijk heeft zo'n hoog basisniveau. Ja, dus dan ga je hem ook iets anders beoordelen. Ja. Tegen welke verdediger komt die te staan bij Engeland? Want die wisselen daar nog wel eens aan. Ja, tegen Gehi. Konsa speelde daar tegen Zwitserland. Omdat Gehi dus geschorst was. Die komt wel weer terug in het elftal, want dat is wel de verrassing van het elftal in Engeland op dit moment. Maar toch, ja, op basis ook weer van kwaliteit. Gary doet het echt heel goed, maar we gaan gewoon voor onze aanvoerder natuurlijk. Lijkt me ook. Ja. Linksback hebben we staan, zoals altijd, Nathan Ake of Nicky van der Ven? Oké, gewoon Nathan Ake. Tegen wie komt hij te staan? Ja, tegen Trippier. Ja. De rechtspoot op links. Een rechtspootje op links. En dan heb je het eigenlijk al gezegd. Ja, die voelt zich totaal niet op zijn gemak op die positie. Ake, gewoon prima EK bezig, dus zeker voor hem gaan. Wel met de toevoeging dat Engeland misschien met Shaw gaat beginnen. Ja. Die is net weer fit, is ingevallen tegen Zwitserland. Ja, Shaw is wel een stuk beter. Derde puntje op rij voor Nederland, door naar het middenveld. Ja, dan wordt het wat spannender. Schouten tegen Rice. Ja, en PSV tegen... Een speler van Arsenal? Een speler van Arsenal die voor 120 miljoen volgens mij vorig jaar is getransfereerd. Zeg niet altijd alles in Engeland. En in dit geval? En normaal gesproken kies je ook voor Rice. Maar als je naar dit EK kijkt, gewoon de vorm tegen de pure kwaliteit van Rice, tegen de vorm van Schouten, kan ik niet kiezen en ga ik voor een gelijkspel. Oké. Nou, dat is mooi voor Schouten natuurlijk. Dat lijkt me iets waar je voor zou tekenen op voorhand. Zeker. En dan heb je Reinders, Menu. Ja. Dat is ook erg lastig, moet ik zeggen. Menu wel een lichtpuntje natuurlijk bij Engeland. Gedurende het toernooi is hij erin gekomen. Hij doet het echt heel erg goed. Reinders, die doet het na behoren, vind ik. Ik vind hem absoluut geen uitblinker. Tegen Turkije was het niet heel... hield het niet over. Ik had wat meer van hem verwacht, dus ik ga voor Menu. Echt waar? Ja. Oké. Verrast puntje voor de Engelsen. Ja. Oké, nou dan hebben we op 10 denk ik gewoon weer Xavi Simons staan. Ja, Simons op 10 tegen Jude. Bellingham. Jude. Ja, Bellingham ook niet per se zijn beste EK. Of in ieder geval niet zijn beste vorm. Onttrekt zich niet helemaal aan de malaise bij. Nee, maar natuurlijk van absolute wereldklasse. Hij heeft een magisch moment gehad natuurlijk in de slotminuut tegen Slowakije. Dat magische moment is bij Simons nog best wel ver weg. Ik kan moeilijk zeggen dat Simons de belegger erin zit dan Bellingham op dit moment. Nee, dus het puntje gaat, hoor ik je al zeggen, die gaat naar Engeland. Ja. Duidelijk. Rechtsbuiten dan? Ja, Bergwijn tegen Saka. Die kunnen we kort houden. Die is van Saka. Ja, dat lijkt me ook wel inderdaad. Ja. Moet ik dat echt nog aan? Nee, dat hoef je mij betreft ook niet toe te lichten. Okay, in de spits, ben wij eigenlijk bang dat we daar hetzelfde over kunnen zeggen? Ja, om Kane kun je niet heen, zou ik zeggen. Groot poëet, toch? Ga je gouden schoen winnen, 36 keer gescoord bij Bayern. all-time topscorer van Engeland. Staat altijd op de momenten dat Engeland nodig heeft. En Memphis, ja, heeft iedereen gezien. Ja. Niet best. Puntje voor Engeland. En dan hebben we nog 1 puntje te gaan. Althans, we neigen naar een gelijkspel volgens mij. Ja, dan heb je nog Gakpo tegen Foden. Oeh, ja. Goh, dat is wel... Dit is er natuurlijk wel eentje. Hoe ga je dat beoordelen? Ga je dat beoordelen op basis van het EK of op basis van intrinsieke kwaliteiten? Je hebt het over de beste speler van de Premier League. Foden uitgeroepen tot de beste speler van de Premier League. En Gakpo die tussen bank en basis pendelt bij Liverpool. Maar wel een heel erg EK. Gakpo. Ja? Ja. Lekker, oké. Dit EK zal zijn EK tot nu toe. Nou, dan zien we hieronder in beeld dat er een gelijke stand uit is komen rollen. Ja, moeten we... Kan dat? Daar komen, nee, ja, het kan, maar dat gaan we niet doen. Nee, dus dan is er natuurlijk één hele makkelijke oplossing te bedenken. De bondscoaches. De bondscoaches, ja. Heb je daar al over nagedacht toevallig? Moet je er überhaupt lang over nadenken? Nou ja, ik hoef er niet heel lang over na te denken eigenlijk. Ja, kijk, Southgate is qua resultaten een goede bondscoach. Want de laatste 4 eindtoernooien hebben ze minimaal de halve finale gehaald. Op papier is het allemaal scheidbakkenvoetbal. Best knap. Alleen als je zoveel kwaliteit hebt in je team en je laat je team zo voetballen, zo verdedigend, zo in de controle, dan verdien je absoluut geen punt. En Koeman die gebruikt wel de kracht van Oranje. Die durft ook in te grijpen als het moet, waar Southgate dat absoluut niet doet. Dus deze gaat naar Koeman en naar Nederland. Gaan we er toch met de overwinning vandoor? Ja. En dan is er natuurlijk één hele belangrijke vraag. Gaan we dat woensdag ook doen? Ja, dat gaan we zien. Ik denk dat het een hele taaie pot wordt. Ja. Toch? Wat denk jij? Nou ja, er is weinig reden om aan te nemen dat dit 3-3 of 4-3 of 3-4 wordt. Nee, precies. En dan zou je kunnen zeggen, op basis van de kwaliteiten die voorin lopen bij Engeland, die hebben toch de meeste punten gekregen in de aanval, zou je denken, als er een wedstrijd van weinig kansen is, dan is misschien de kwaliteit van de aanvallers gaat misschien doorslaggevend zijn. Ja, en de penalty-serie tegen Engeland. Nee, hou op. Wil ik ook niet aangaan. Maar laten we positief. We winnen hem met 7-6, deze battle. En dat wordt het ook in Dortmund. 7-6. Na penalties. Ja, precies. Ja. Oké, nou goed. Laten we hopen op een mooi resultaat. Laat hieronder in de comments ook even weten wat jij verwacht van de wedstrijd. Gaan we winnen van Engeland? Bereiken we die finale in Berlijn? Dat zou prachtig zijn. Bedankt voor het kijken. Veel plezier met de wedstrijd. En graag tot een volgende video.